andere baby's hebben vast over mijn show gehoord en willen nu een voorproefje. Ga. Wauw, super bedankt allemaal. Jullie mogen me zien oefenen, maar vergeet niet, de show zal veel beter zijn, want dan is alles perfect. Wat is er? Ik denk niet dat ze hier voor een voorproefje zijn. Ze zijn hier voor schaatslessen van je. Oh, iedereen hier? Nou, je hebt het ze wel beloofd. Echt waar? Je hebt gelijk. Eén snelle les dan. En daarna moet ik echt zelf gaan oefenen. Jee! Yeah. Wow! Oké, en dan nu de beweging die ik jullie heb geleerd. Iedereen dip. Dat is het. Je kan het. Jij zou echt een geweldige coach zijn. Ik? Een coach? Pff, echt niet. Ik ben gemaakt voor de schijnwerpers. Daarnaast is schaatsen een solosport en ik ben een solo act. Sterker nog, ik ga nu de ijsbaan vrijmaken om te oefenen voor mijn solo show. Maak je geen zorgen. Ik help je eerst nog met die nieuwe beweging. Maar nog eentje dan. Daarna moet ik op mezelf focussen. Ik geloof dat Quiet Kyuri je de beweging wil laten zien die ze geoefend heeft. Oh, wel, ik moet de baan opruimen om te kunnen optreden. Misschien daarna? Tijd om van de baan af te gaan allemaal. We hebben een luidere stem nodig. Kijk uit! Dat is best een luide stem. Nee, LaRose, kijk uit! Ah! Oh, ik heb je. Oh, het geeft niet. Het is niet erg om fouten te maken. Ik bedoel, ik maak constant fouten en leer er nog steeds veel van. Maar dat maakt het leven leuk. En weet je wat? Als er je dan eindelijk iets lukt, is het het helemaal waard. Gewoon blijven oefenen, oké? Dat was echt super tof van je, LaRose. Je bent echt veranderd sinds Winter Fashion Week, hè? Dank je, Neonlicious.